Dit was het dan. Wat nu? Ja, nou, dan moet ik in de WW, hè. Zo erg is het toch niet? Je komt toch bij ons aanschuiven? Ja, ik kom bij jullie een keer aanschuiven. Ja, dat klopt. Aankomende vrijdag hebben we gewoon plek, hoor. Nee, aanstaande vrijdag niet. Ik zou geloof ik in december een keer komen. December, oké. En vakantietje nu of hoe werkt zoiets? Nee. We gaan er niet naar zo'n wedstrijd op vakantie. Je moet eerst nog eventjes... In november ga je niet op vakantie, of wel? Ja, juist wel, zou ik denken. Nee, ik niet. Die, wat dan? Nee, joh, we hebben nog een bijeenkomst met de staf één keer. Dus ik kom mijn tijd wel door. Sprak Virgil van Dijk net. Ik vroeg nog een kleine speech of zo gehad. Maar nee, zei hij. Maar dat moet je ook niet verwachten. En dat moet je ook niet willen. Ik bedoel, vandaag staat ik advocaat en morgen sta jij ervoor. Zo werkt het. Ik weet niet of daar beter mee wordt, hoor. Maar... Nee, ik ook niet. Maar het zou wel kunnen natuurlijk. Ik vind het wel mooi dat er nou een hele emotionele afscheid, een hele emotionele bondscoach ook voor de camera staat. Nou, ik ben nu niet emotioneel. Het is gewoon een klusje weer, hè? Nee, het is nu niet de eerste keer dat ik het gedaan heb. Maar ik heb het wel met ontzettend veel plezier gedaan, omdat de groep wel graag wilde. En dat zag je vandaag toch ook weer. Hè? Ik bedoel, er zat veel strijd in, veel beleving. Ja, en dan weer met 3-0, dan zeggen ze ja, het is maar weer Roemenië. Ja, zo kan je bezig blijven. Ja, maar is het extra zuur om gewoon alles te winnen bijna? Nee, voor mijzelf niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik win het. Dat kan ik me voorstellen. Het is sowieso belangrijk. Ja, we hebben het laten liggen toch in het voortraject. En ook tegen Frankrijk had je misschien achteraf. Zeggen we met het voortraject voordat u kwam? Nou ja, dat bedoel ik niet de coach. Want die heb ik heel hoog zitten, Danny. Maar daar zat het niet echt mee. En het moet een beetje mee zitten. Dat zie je nu aan Zweden. Die worden weggespeeld bij ons thuis met 2-0. Hadden we ook met 4-5-0 kunnen winnen. En die kwalificeren zich wel. Dus het heeft ook in dit eerste 5 wedstrijden niet echt meegezeten. Die goals die ze maken, die 8-0 Zweden tegen Luxemburg. Wie kan het bedenken? En dan Italië nog. Heeft u de wedstrijd gekeken of was het te veel? Nee, natuurlijk niet. Dat heb ik wel bekeken. En het was ook geen geweldige wedstrijd. Hadden wij die Italianen gepakt? Nou... We hadden zeker kans gehad. Zoals het elftal nu staat, kunnen we nog een aantal posities beter. Maar dan kunnen wij wel met veel ploegen meedoen, hoor. Dus eigenlijk is het lek boven en zijn we er over 2 jaar gewoon weer bij. Lek boven, dat is weer zwaar. Ze moeten straks weer beginnen en je weet nooit wat de nieuwe coach gaat doen. Dus krijg je toch misschien weer andere ideeën. Maar laat ik het zo zeggen, de groep heeft wel laten zien dat ze ontzettend graag willen. En dat is een basis. Als u nou ooit nog nodig hebt, over 1 jaar of 10 of zo, staat u dan weer paraat? Nee, want dan sta ik vanzelf met mijn rol later. Om het geld? Nee, jullie hebben het steeds over geld, dat is toch niet belangrijk? U weet, geld maakt niet gelukkig. Dat zeggen ze. Maar gelukkig heb ik geld. Ontzettend bedankt, Tamar, hè, voor alles. Okay.